Goedemorgen. De Koninklijke Marechaussee is begonnen met het ontruimen van het bos bij Schinveld in Limburg. De bedoeling is dat later vandaag wordt begonnen met het kappen van de eerste bomen. Er waren vannacht tientallen actievoerders in het bos. Sommigen hadden zich er al weken verschanst. De overheid wil dat het bos wordt gekapt om de aanvliegroute van AWACS-vliegtuigen veiliger te maken. Verslaggever Wouter Meijer is in het bos in Schinveld. We hebben het grootste deel van de afgelopen nacht in dat bos doorgebracht. Het was heel gezellig. Er werd gezongen, er werden leuzen geschreeuwd tegen de Marechaussee, die langzamerhand door het bos oprukte naar de plek waar de actievoerders zaten in het bos. En nu is het intussen zover dat het grootste deel van het bos is ontruimd. Dus het is nu op zich heel rustig. Maar er zijn net weer een aantal bussen met verse ME'ers aangevoerd. Die waarschijnlijk een soort tweede zoektocht door het bos gaan houden om te kijken of er inderdaad niemand meer is. Dat is dan de tweede zoektocht, want de eerste die begon aan het begin van de nacht. Ja, en hoe lang kunnen zij het nog uithouden, die mensen in de bomen? Die kunnen het nog, ik schat ongeveer anderhalf uur uithouden, want dan wordt het licht. We gaan ervan uit dat de Marechaussee nog wacht met het ontruimen van die boomhutten. Totdat het licht wordt, omdat het gevaarlijk zou zijn om het nu te doen. Veel actievoerders hebben zich daar vastgeketend. Of op de een of andere manier zitten ze zo hoog in de bomen dat het gevaarlijk zou zijn om dat nu te doen. Die tweede groep ME'ers die nu het bos doorzoekt, zal nog de laatste mensen eruit halen. Maar die mensen die in de bomen zitten, die hebben nog even de tijd. En daarna, als het dan daglicht is, dan kan ook begonnen worden met het echt kappen van de bomen. Ja, zoals gezegd, Wouter Meijer was vannacht in dat bos en was er dus ook bij toen ze werden weggehaald. Op last van de burgemeester is een noodverordening van kracht. Niemand mag zich in het bos bevinden. Ik word er van u, want in het bos is nu verlaten. Om 2 uur begon de Marechaussee het bos uit te kammen. Ze begonnen in het gedeelte waar geen actievoerders zaten. Die hielden zich warm bij hun vuren verderop in het bos. Na een half uur stuitten de troepen op het eerste verzet. En daar werden ook de eerste arrestaties verricht. Het ging daarbij volgens de politie om mensen die zich agressief hadden gedragen. En ook een gemeenteraadslid uit het naburige Brunsum werd ingerekend. Nou, midden in de nacht een ontruiming is heel onverstandig. Dit is stikdonker hier, afgezien van alle lampen van die auto's. Maar ik snap niet wat deze mensen bezielt om nu op deze manier nu het bos te gaan ontruimen. Ik hoop dat het goed gaat, maar er kunnen alleen maar ongelukken van komen. Hey, een beetje voorzichtig met het bos, hè? Jongens! Ik ben er klaar om mee. Ja. Zit je daar nog lekker bij het vuur als de ME zo dichtbij is? Ja, liever hier dan in de kou, hè. Dus dat is en ik zit hier wel goed. Toch duurde het nog een paar uur voor de Marechaussee begon aan het grondig leegvegen van het actiekamp. Inmiddels zijn tientallen mensen gearresteerd. Alleen de actievoerders die in de bomen zitten, worden nog met rust gelaten.